Goedemiddag, goedemorgen, goedemiddag en goedenavond, kijkers. Wat leuk dat u er allemaal weer bent. Vandaag ga ik een lekker bakje koffie drinken. En zoals gebruikelijk, bijna als gebruikelijk, we maken er geen gewoonte van, heb ik iets lekkers bij de koffie. Ik heb mezelf getrakteerd op een zakje M&M's. Ja, een zakje M&M's, u hoort het goed. Ik kan net goed de camera uitdoen, denkt u, want die kennen we allemaal. Nee, ik heb hier een zakje M&M's. En het is geen kerstuitgave, het is een M&M's peanut butter. En vertaald is dat pindakaas. M&M's pindakaas. Wat ik me daarvoor voorstel, tja... Ik hoop echt een goede kwaliteit pindakaas. Degene die je echt op brood kan smeren. En misschien is het wel zo, als ik het zakje opengooi, dat ik het zo op mijn boterhammetje kan doen. Wie weet. In ieder geval lekker knapperig. En van buiten dan. En zacht van binnen. Toch? Ja, je hebt waarschijnlijk allemaal zo'n zakje gezien. Deze is dan rood in plaats van geel of bruin. Ik kocht hem trouwens bij de plaatselijke Jamin. Ja, daar stond ik inderdaad ook van te kijken. Bij de Jamin. Ik ga het maar openmaken, toch? Ja, dan zien we. Oh, kijk. Ze zijn ietsje groter als de gewone M&M's en ietsje kleiner als de pindavorm. Ik heb toevallig een paar verschillende kleuren. En dan wil ik van u weten welke nou het eerste eet. Of welke nou het lekkerste lijkt. Niet dat ze een smaak hebben, maar het idee. Nou, ik begin maar met bruin. Voordat ik iets ga zeggen, zou ik bijna vergeten, zal ik dus eentje openmaken. Kijken of dat gaat lukken. Zo ziet dat er dus uit. Het is inderdaad een pindakaas met een chocoladelaagje eroverheen. En natuurlijk de bekende suikerlaag. Hoe smaken ze? Voor de gein had ik verteld... Je zou het bijna op brood kunnen doen. En het smaakt mij, komt me bekend voor, de smaak. Want ik deed dat vroeger al. Pindakaas met hagelslag. En dan een klein beetje suiker eroverheen. Ik deed het niet, maar goed, daar smaakt het dus naar. Heel simpel. En smaakt het lekker? Ja, het is wel erg zoet. Dat wel. Maar qua smaak, voor mij is het niet nieuw. Maar ik vond het toch wel grappig om te laten zien. Een broodje pindakaas, ja. Met hagelslag. Zou ik er nou toch op brood strooien? Goed, ik hou op met die flauwekul. Ik ga koffie drinken. Dit was Klaartens Jelles. Ik dank u wel voor het kijken.